Hallo guys, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik heb dus net koekjes binnengekregen van Tasty Cookie Bar. Ja, het ziet er echt super lekker uit. Dus iedereen die niet op dieet is en niet wilt, niet op dieet hoeft en zo. En niet op zijn ding hoeft te letten, moet echt hier koekjes bestellen. Dit zijn van die koekjes, die moet je in de oven doen. En dan smelt het chocola er binnenin. Ja, het is echt very cravings. Sorry hoor, mijn autistische ass moet even alles zetten zoals het past, maar het past niet. Ik ben hier met de, wow, met de one and only, Dafinho Pinheiro. Dafinho Pinheiro. En Brownie. En Brownie en Downie. We gaan straks naar Den Haag. Oeh, deze schoen wil ik hebben. Kijk hoor. Dit zijn nieuwe Dior's. Oh nee, hè? Dit zijn gewoon Balmain schoenen. Heel kapot lelijk. Vind je niet mooi? Nee. Kijk deze. Die schoen heeft gewoon een sixpack. Een sixpack? Oké, okay, nee, die zijn wel mooi, schoenen. Maar die andere waren wel lelijk. Morgen is het Valentijnsdag. En ja, morgen gaan jullie zien wat ik voor de video heb gehaald. Mm. En morgen gaan jullie zien wat ik voor... Von heb gehad. Zo. Ja. Yeah. Ik ben wel benieuwd hoor. Maar is dit ook mijn verjaardagscadeau gelijk? Nee man. Het is gewoon omdat je zo lang moet wachten, krijg je dit voor Valentijn. Oh, maar wanneer komt mijn verjaardagscadeau? Je verjaardagscadeau is... met 7, 8 dagen klaar. Hmm. Dan is het ready. Hmm. Haha. Haha. Dan moet ik wel in Nederland zijn dan. Hmm? Dan moet ik wel dan in Nederland zijn. Ja. Of je zit in Turkije, maar dan kan ik het cadeau niet geven. Hebben jullie dit ook? Dat je dan, als je op je telefoon kijkt, denk je van, ja, ik zie er wel bomb uit. En dan kijk je naar jezelf in de spiegel en dan denk je van welke brug ben jij gevallen? Hallo. Oh. Nou, we zitten in de auto. Oh. We gaan nu naar Den Haag. Het is echt super koud in de auto. Brownie loopt ook helemaal te trillen binnen. Brownie! Oh. Eerlijk jongens, is Brownie niet een schatje? Wacht even, ik zoek even een plek waar mijn camera kan staan. Yes! Nou, Brownie, dat is mijn kindje. Dat heb ik echt al 1000 keer gezegd. Ja, ik weet ook niet wat ik moet zeggen. En kijk, het is gewoon zo koud in de auto. Tering, hè. Dit was echt wel zo'n banger. De skiedagen is mijn hoofd heet. Om een steek zeg ze dat ik ready ben. 12 in mijn zakken, maar vandaag ben ik met Ellie fan. Die bitches op mijn dik, ik geef ze straf alsof ik daddy ben. Spug ik gangster, want ik kan je vullen net een jerry can. Hoela, big sex. Ik heb big kids voor het sport door je six packs. Als ik flex met Big Macs, geen Big Mac. Ga jij lachen als ik trek, want ik trek. Je bitch aan met Big Mac. Mijn bitch net, mijn dik gek. Geen kickback als ik trek. Je bent gewoon een domme jongen. Check mijn vloer. Pata 25, bakkie, dat is jongen, jongen. Die nieuwe zak heb nog een beetje in de handtas. Liep alleen maar langs, wat is de reden dat je bang was? Check het maar in de hoed, je moet daar, je moet erbij horen. Je vrouwtje weet dat daarop breng ik haar. Nou, zijn onderweg met de haar. Ik weet nog de dagen dat ik rennen voor de. Oh, oh. De honger is nog wakker, maar ik ben nu op mijn. Oh. Brownie. Ik krijg je erbij. Hey guys, ik ben net thuis. Dat had me even afgezet bij de Albert Heijn. Ben ik gaan lopen met Brownie boodschappen gaan doen. Maar ik weet niet, ik ben echt al heel de dag echt fucking chagrijnig. En ja, ik weet echt niet man. Ik heb echt mijn dag niet. En ik moet ook echt pas over... Oei, yo. Dan komt Brownie even aangerend. Ik moet echt pas over een week of zo ongesteld worden. Dus ik weet echt niet wat het is. Ik ben gewoon echt zo zwaar geïrriteerd. En
Ja, ik woon alleen met Davio, dus ik kan het alleen op hem afreageren. En ik vind het gewoon echt zielig dat ik het altijd op hem afreageer. Maar ik word gewoon, ik weet niet. Ik weet echt niet wat het is, maar ik ben gewoon zo geïrriteerd. En ja. Maar wat vinden jullie van mijn lieve heersbeestje diadeem? Oh, je ziet het niet goed. Yeah. Nou, het huis is echt elke dag weer een teringzooi. Dus ik ga nu even koken. Voor als de video terug is. En morgen is het Valentijnsdag. En ik heb 2 cadeautjes voor de video. Ik heb Yeezy's voor hem gehad. En parfum. Maar hij is... Ik had dus gewoon parfum besteld. Maar ik was met Nebu aan het praten van... Yo, wat zou ik voor hem halen? Wat vindt hij leuk? Toen zei hij van... Ja, deze parfum vindt hij leuk. En toen opende ik mijn telefoon. En toen stond dat opeens open. En hij weet dat hij dat al heel lang wou. Dus hij is gewoon achtergekomen dat ik dat voor hem gehaald heb. En ik had in de ochtend wou ik ook een Valentijns ontbijt maken. En toen zei hij van ja, ik heb wat geregeld voor in de ochtend. Dus mijn hele plan is nu verpest. Sorry hoor jongens, ik praat echt superveel. Maar ik heb dus gezonde dingen gehad. Ik heb Activia gehad. Banaan, spinazie, avocado. Kwark ga ik weer elke ochtend eten. Appels. Wraps. Want daar ga ik de spinazie, de hummus. Avocado zo opdoen. En voor brownie eten. Ik heb trouwens lang geoefend voor dat liedje van SpongeBob. En ik kan eigenlijk het begin al een beetje. Nee, wacht, daar gaat hij weer verkeerd. Oké, again. Oké, en nu, ik heb ook een liedje van Super Mario alvast een beetje geoefend. Maar die gaat niet zo heel soepel. Maar we gaan het even proberen. Nee, wacht. Nee, wacht. Nee, opnieuw. Nee, opnieuw. Oké, en happy birthday heb ik ook geoefend. Nee, die moet ik ook nog even oefenen. Nou, ik ga even door, want waar ben ik nou mee bezig, jongens? Ik heb echt een besef moment dat ik gewoon echt kapot zielig ben en vriendloos. Dat ik gewoon in mijn woonkamer loop te fluiten. Wat heb ik voor mezelf gemaakt? Kip. Met courgette, ui, champignon en rijst. Ja, sorry, het beeld is even beslagen. Oh, nu ben ik wazig. Simsalabim, balakala, hoekala. Yes, daar zijn we weer. Yes, dus vanaf vandaag gaan we gezond eten. Vanaf volgende week ga ik weer 3 keer per week gymmen. Dus ja, gaan we aan de bak. Ik had trouwens een foto van me gezien. Ik had op Snapchat gezet. En ik had een foto 2 jaar geleden en daar was mijn hoofd echt dik. Goedemorgen beste kijkers. Het is vandaag Valentijnsdag, de 14e. En ik wou eigenlijk gisteren voorbereiden. Maar het was te laat geworden, dus ik dacht ik doe het morgenochtend wel. En dus ik ben nu de cadeautjes aan het inpakken. En het een beetje aan het klaarmaken. En ja, ik kan echt niet inpakken, maar ja, ik doe mijn best. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga jullie laten zien hoe het er uiteindelijk uitziet. En ja, Vonke is zich nu bovenaan het klaarmaken. En ja, als ik haar roep, dan mag ze naar beneden komen. Dus daar ben ik nu aan het doen. Kijk, ik ben deze aan het inpakken. Dus ja man. Dus daarmee ben ik nu bezig. Dus jullie gaan het zo zien man. Ciao. Oh ja, ik was vergeten te zeggen, er wordt straks ook een ontbijtje gebracht door op Insta heette ze het ontbijtje, als ik het goed heb. En we gaan een heel leuk uitgebreid Valentijns ontbijtje brengen. En je kan hun ook als een ja, normaal ontbijt laten. Ik bedoel te zeggen, hun brengen ook normale ontbijtjes. Dus niet alleen Valentijn ontbijtjes. Maar omdat het nu Valentijn is, hebben ze een actie. Dus ik zal zeggen, kijk ze en als je geen zin hebt om ontbijt te maken,
Zo prijzig is het niet, dus zo, ik zou zeggen, probeer het eens een keer. Dus ja, ik laat jullie zo zien hoe het eindresultaat is geworden. Ciao. Nou jongens, ik film even buiten omdat ze me anders kan horen. Maar ja, ik had misschien iets meer versiering moeten halen. Maar ja, ik ben gewoon heel lui. En ja, de ontbijt doet ook erg lang. Dus wat ik gewoon ga doen, denk ik, ik ga de kaarsjes aansteken. En de cadeau laten uitpakken. En dan, ja, dan komt het ontbijt iets later. Maar ik wil daar eigenlijk op wachten, zodat ze alles tegelijk kan openmaken. Maar ja, dus het ontbijt laat ik zo zien en ik ga ook filmen hoe ze de cadeautjes uitpakken, dus blijf kijken. En ik ga nu de kaarsjes aansteken en haar naar beneden roepen. Dus blijf kijken. Nou, ik ben zo goed als klaar. Ik geef haar gewoon de camera. En dan zeg ik gewoon... nee, ik denk dat het beste is als ik haar reactie film. Dus nee, ik ga haar gewoon zelf filmen. Dat ga ik doen. Dus ik ga haar nu naar beneden halen. En dan film ik haar reactie. Ciao. Ja, Fono, kom maar naar beneden hoor. Nou, ik heb maar even een R&B love song opgezet. Oké, ik ga er halen. Zo. Ja. Oh shit, nou in de kaart. Nou, lees maar even hardop voor de kijkers. Okay. Die willen ook weten wat er is opgeschreven. Oké, okay, ik ga eerst deze gaan lezen. Oh, ja. To the woman of my life. Zo. So. We hebben heel veel meegemaakt en tot de dag van vandaag staan we er nog steeds. Mensen roepen zoveel dingen, zoveel hoofden. Ja, het is een quote. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Hou vertrouwen in je hart en laat liefde overwinnen. Hou van je lippen. Zo. Het is wel echt heel romantisch hoor. Ik wil weer in elkaar staan, hè. Wat? Huh? Ik wil eerst even een foto maken. Een foto, ja hoor. Ja, unboxing. Oh, moet je hem even omdraaien? Oh. Wauw. Nee. Nu open. Kale alcohol. Echt lief man. Oké, we gaan naar het volgende cadeau. Klap hem eens open. Ja schat, dat ben ik dan. Even een taggo. Oké, ik ben benieuwd of die erin zit. Mag ik het opmaken? Ja. Volgende cadeau. Oh my god! Oh my god! Ah, het is een patat! Moet die wel open, hè? Oh. Wauw, zus. De allernieuwste. Zijn net uit.
Wauw. Oh, wow. Dit is... Hé, deze zijn erg fris, man. Maar voor Valentijn dacht dat ze roze zijn. Ja. Pak bij mijn shirt. Matta, hoor. Dankjewel, Bebe. Ja, hoor. Zo. Maak even de kaart open, jongens. Ja, die... Tafinio Pinero. Wauw, wat een mooi handschrift. Die, dat kaartje heb ik wel goed vastgelikt, hoor. Ja. Wauw. Nou, jongens, ik ben echt wel bezig. Ik zie jullie in de volgende. Mijn Valentijn, Davinio. Ook al ben je soms heel vervelend, ja. Kan ik mezelf geen betere vriend als jou wensen? Naast dat je dezelfde rare humor hebt en lomp bent, ben je ook mijn beste vriend. Een life coach, manager, chefkok en privéchauffeur. Wow, privéchauffeur. Oké, nou, ik krijg niet meer. En nog veel meer. Ook heb ik je veel zien groeien sinds de eerste dag dat we elkaar ontmoeten. En ben ik stiekem toch wel erg trots op je. Waar je nu staat en hoe je mij altijd hebt laten voelen. Lachen ook. Zelfs op de kutste momenten, op momenten dat ik boos op jou ben, lol. We hebben... Dat je me kan laten lachen op de... Op de kutste momenten. Oké, we hebben in 2 jaar tijd al zoveel meegemaakt en ik kan niet wachten op wat de toekomst ons nog meer gaat brengen. Veel kusjes. zo lief. Nou jongens, dan ga ik. Zal ik het dan ook maar even... Nee. Hoef niet altijd te veel. Wauw, zus. Kijk uit voor die kaars, hè, voor het vergeten. Wauw. Hey. Ja, man. Dan gaan we, jongens. Wauw. Oh my god. Super matta. Wauw. Hey, mensen, ik ben dus zo lomp dat ik met mijn voet in de kaars kan. Nou. Ga ik lekker ontbijten? Davio heeft ontbijt geregeld. Zo, zoveel liefde van je ben ik echt niet gewend, hoor. Nee? Nee. Nou, zo ook de eerste en laatste keer. Ik ben even een beetje overgaan met dankbaarheid. Wauw, schat. En dit ook nog eens erbij. Oh, jeetje zeg. Is dat veel chocolade? Ja, man. Nou, ook nog eens een lekker ontbijt erbij. Ik word echt gespoild door mijn bebbe. Thank you. Mm-hmm. Dit is eigenlijk echt de eerste Valentijnsdag dat ik ooit iets heb gekregen van iemand. Dus dankjewel dat je zoveel moeite hebt gedaan. Ja, het was echt zoveel werk. Nee, het was wel gewoon te doen. En nog als ik met Davinio's moeder van een cadeautje brengen. En daarna gaan we door naar Rotterdam. Naar de Valentine Drive-In. Mm-hmm. We are going to the Valentine Drive-In. Nee, ik met je... It's made by a Loke man. Futuring. The name of the futuring is... Wat is het ook? I don't know. Ja, deze heb ik van Eve gekregen. Super lief. Dankjewel. Dag mensen. En je vertelde dat ik erg veel van je hou en je waardeert voor alle dingen die je voor ons doet. En dat ik geen betere moeder had kunnen wensen. We hebben alle twee dezelfde diadeem. Ja, morgen gaan we naar Angelique, want mijn zusje wordt alweer 6 jaar. En jij bent al? 7? 8. Ik weet geen eens mijn leeftijd. Je wordt zo oud. Maar moet je niet één proeven? Dus morgen gaan we naar Angelique. Je hebt er al 3 gegeten, hè? Ja, maar ze zijn zo lekker. Kijk. Nou, de auto werd schoongemaakt. Ik ga nu in Rotterdam. Nou, Dylan met Brazil. Hey, Messi, hè? Hi. Een roze doos. Oké. Ik wil het niet even mezelf. Deze cadeautje, paardentijdscadeautje yes. Voor jou.
pak hem elkaar en geniet van elkaar ook zo meteen. Ja, yes, dankjewel hè. Doei doei. Nou, ik was dus very curious wat hierin zat. Nou, er zitten oesters in. Dit is echt kapot zwaar. En ik hou even oesters. En een aardbei met chocolade. Dus die ga ik sowieso nu opeten. Mijn dieet ging echt super goed. Maar ik word gewoon elke keer doodgegooid met ongezonde dingen. Maar we gaan het gewoon opeten. Want ja, als ik het gekregen heb, dan is het natuurlijk niet netjes als je het niet opeet. Gauwe jongens, ik wil oesters. Hallo guys, het is alweer een nieuwe dag. Ik was vergeten gisteren te vloggen, want mijn camera lag in de auto. Het was echt te koud om mijn camera te pakken. Oh, mijn camera is leeg. Volle concentratie. Oei, ja, ik ben af. Oké, wacht, laatste keer, let op. Een hele dikke shout-out naar Sweet Cakes NL. Ze hebben de taart voor Angelique gemaakt. Ah, hij is echt super schattig. Een dikke shout-out naar Cake Must Haves. Ze hebben van die bakjes gegeven waarmee je Magnum Pops kan maken. Ik zet alle beschrijvingen ik zet alles in de beschrijving, alle linkjes. Oeh, ik wil dit echt maken, hè, die Magnum Pops. En dit is hun Instagram en website. Nou, dan gaan alle cadeautjes. Ja, sorry guys, ik ben de DJ, dus de muziek is even weg. Ja, ze zijn gewoon echt schrijven te denken van dit mama. Zo, Angelique, je bent al 6 jaar. Voel je al 6 jaar? En wat is er nu veranderd aan de Angelique van 6 en de Angelique van 5? Dat ik 6 jaar ben. En? En dat ik jarig ben. Oh ja. En dat ik niet. En dat je nu een grote meid bent. Een spreekwoord. En dat je een make-up tafel hebt. En was de taart lekker? Ja, niemand verstaat je. Nou jongens, ik ga denk ik de video. Kom eens alsjeblieft. Ik ga denk ik de video afsluiten. Vonden jullie dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Ja, vorige keer zei je abonneren. En vergeet niet te abonneren. Doei iedereen. Doei.